Een hele goede middag. Je hebt gezien, we zijn dus aangekomen via het openbaar vervoer, via zwart reizen met de trein en de bus, alleen dan wit. Via zwart reizen met de trein zijn we teruggekomen vanochtend vroeg hier in Scherpenzeel. Zijn we rond 8 uur aangekomen. We hebben amper slaap gehad, dus judge niet op ons hoofd. Maar even een korte reflectie. Kijk, is het nou gelukt? Het antwoord op de vraag, kun je zonder geld op vakantie? Het komt erop neer, ja het kan. Je kunt zonder geld op vakantie. We hebben bewezen, wij zijn zonder geld, zonder 1 cent uitgegeven, zijn we gereisd vanaf Amersfoort helemaal naar Parijs. Het is mogelijk, alleen bij ons liep het uiteindelijk niet helemaal volgens plan. Want we hebben uiteindelijk geld uitgegeven aan zowel eten als overnachting. Je zou dus zonder geld op vakantie kunnen, maar dan zul je dus moeten overnachten via bijvoorbeeld couchsurfing of bij mensen die je kent. Op zo'n manier dat je dus geen geld aan hoeft uit te geven. Gratis slaap bij hostels en zo is vrij lastig, vooral in het westen. Het is mogelijk. Alleen dan moet je dat dus wel of goed voorbereiden of gewoon geluk hebben dat iemand je op het laatste moment nog kan hosten. En ja, bij ons lukte dat net niet. Iedereen zei op het laatste moment van ja, we hebben al hosten of het kan niet. Waardoor die gratis overnachting en waarschijnlijk eten ons niet is gelukt. Verder, als je gratis op vakantie wil, we hebben het onderweg ook heel vaak gehoord van mensen die ons reden of mensen in Parijs. Die zeiden van ja, je kunt dan beter naar het oosten gaan. Want in het oosten, in de oostelijke landen, zijn mensen veel, ja, eigenlijk behulpzamer. Veel meer, veel socialer ingesteld. Van ja, als iemand wat ontbreekt, als wij bijvoorbeeld op reis zijn, zullen ze veel eerder zeggen van oh, kom maar bij ons eten of kom maar bij ons slapen. Waar je dus makkelijker, ja, gratis reist en makkelijker wordt meegenomen, dat soort dingen. In het westen zijn mensen heel erg gefocust op hunzelf en ook op het vooruitkomen. Gewoon, mensen gaan naar hun werk elke dag en dat is hun doel. Het is niet, mensen denken minder om elkaar als je het zo bekijkt. Dus ja, in de westerse wereld is het vrij lastig om compleet gratis te kunnen reizen. Maar ja, het is dus in principe wel mogelijk als je daar echt goed op let en je een beetje geluk hebt. Verder, ja. Is het aan te raden om dit te doen, Menno? Zou je zeggen van ja, jij zit lekker thuis met je luie reet op een stoel. Zou je zeggen van ga er maar op uit. Ga dit liften, gratis, zonder geld uit te geven. Het is, ik heb wel gemerkt dat het niet voor iedereen is, denk ik. Ja. Nee, het antwoord op de vraag is het aan te raden? Nou, ik zou het aanraden, absoluut. Ik weet niet, kijk, ik vond het wel lastig op bepaalde momenten. Het kan zo zijn dat je gewoon letterlijk gewoon 3 uur langs de weg staat. Terwijl het gewoon super koud is. En niemand, letterlijk niemand wil je helpen. Ja. Dan moet je niets willen opgeven. Kijk, uiteindelijk zijn wij gewoon in Parijs gekomen. Maar dat was geen makkelijke reis. Integendeel, ik bedoel, we hebben ook gewoon 3 uur langs de koude weg gestaan. We hebben 3 à 4 uur bij hetzelfde tankstation gestaan. Om uiteindelijk hadden we gewoon een perfecte lift. In een Flixbus, stopcontacten. Met stopcontacten. Heerlijk. Het was warm. We waren direct in het centrum van Parijs. Ik ook zelf in Parijs moest ontzettend veel lopen. Ik denk dat we wel zo'n 20 à 30 kilometer hebben gelopen in totaal. Met ontzettend zware tassen. Misschien 30, 40 kilo misschien wel. Maar
Maar achteraf zeg ik van, ik had het voor geen goud willen missen. Nee. Nee, weet je wat het wel is? Als jij een beetje avontuurlijk bent aangelegd. Stel je hebt echt geen zin in onverwachts gedoe of teleurstelling. Of inderdaad gewoon lang moeten wachten of lopen. Dan, als je daar echt niet op zit te wachten, moet je dat natuurlijk niet gaan doen. Stel je bent wat avontuurlijker aangelegd. En je wil gewoon, je hoeft niet alles gepland te hebben. Wat ik bijvoorbeeld echt wel een kick vond, is dat je niet weet waar je morgen zult zijn. Of soms zelfs over een paar uur. Dan is het echt wel iets voor jou. En het is ook zo, ik zelf vond het eigenlijk veel mooier dan als ik gewoon een vliegticket of een bus of trein naar Parijs had genomen. Want dan mis je zo'n groot gedeelte van ja, het avontuur van het meemaken. Nu hebben wij bij 9 mensen en een Flixbus, dus 10 lifts hebben wij totaal gehad. Je spreekt verschillende mensen over allemaal dingen. Mensen praten ook vaak op een vrij ja, diepe level met je, omdat je toch iemand bent die ze niet meer zien. Dus dat maakt ook niet zoveel uit. En je leert gewoon zoveel verschillende mensen, nou ja, soort van vrij snel kennen toch wel. En zo, ja, en je komt ook in heel veel verschillende situaties waar je anders eigenlijk niet zou komen. Nou, een voorbeeldje is, je zit bijvoorbeeld tevoren in een vrachtwagen met een Macedonische chauffeur. You live in the Holland? You're from Holland? Yes. I go Holland. Sometimes, okay. Yeah? Do you like Holland? Yeah, it's a beautiful country. Yeah. Die vertelt over zijn familie en hoe die gekomen is in België. Dat soort dingen zijn. Ja, ik vind het hartstikke mooi om dat mee te kunnen maken. En zo echt, ja, eigenlijk echt een avontuur te hebben in plaats van gewoon een reisje. Ja, het onverwachte aspect is wel echt, zeg maar, wat zoiets, het liften, zeg maar, aan de kant zet. Vergeleken met gewoon een betaalde vliegreis naar Parijs, weet je. Want kijk, de ene ochtend zaten wij in een tentje op een industrieterrein in de midden of ergens van België. Ja. Niet eens dichtbij een grote snelweg. En aan het eind van die dag zaten wij al gewoon in Parijs. Weet je, en dat onverwachte, dan achteraf denk je van, kijk, in Pittem zelf dachten we van, ja, dit gaat gewoon niet goed. Tuurlijk moet het een keer lukken, maar tuurlijk, je begint op een gegeven moment de hoop wel een beetje op te geven. Maar als je aan het einde van de dag gewoon in Parijs zit, dan denk je van, ja, dit is wel waarvoor je het doet. En ja, zoals Martijn zei, het leren kennen van onbekende mensen en ook inderdaad best wel mooie gesprekken met hen te hebben over van alles en nog wat. Dat zijn niet dingen die je zomaar meemaakt als jij gewoon een vliegticket boekt naar waar dan ook. En dat is waarom dit eigenlijk zo speciaal is. Daarnaast even tussendoor, het is natuurlijk ook super goed voor het milieu, want die auto's rijden toch allemaal. Als je daarmee, sommige mensen hebben last van vliegschaam, zoals sommige met Lubach noemde. Nee, maar als jij gewoon met een auto mee rijdt die toch al rijdt, dat is goed voor het milieu toch? Ja. Je wordt er wel heel moe van. Het is mijn benen, zeg maar, mijn benen nu, en eigenlijk mijn hele lichaam, mijn schouders en mijn rug en mijn nek, die hebben er op dit moment niet heel veel zin meer in. Maar denk je dat mensen zin hebben om al dit gezeur te horen? Als je dit doet, kun je trouwens wel beter met z'n tweeën zijn, want ten eerste qua motivatie kom je dan veel beter doorheen qua gesprekken. Om in je eentje uren langs de weg te staan is gewoon niet te doen en het is gewoon iets veiliger. Zoek wel iemand uit waar je een beetje goed mee kan, want anders ga je heftige ruzie krijgen. Kijk, zelfs met mijn broer hier heb ik meerdere malen wel gedacht van ga toch even lekker lang uit in het kanaal liggen. Maar ja, die momenten heb je natuurlijk ook bij, zeker bij zoiets onverwachts waarbij je tegenslagen krijgt, waarbij je soms gewoon echt er doorheen zit, kapot bent. Ja, doe het met iemand waar je gewoon mee op kunt opschieten en waar je fun mee kunt hebben. Veel fun. Fun. Hey jongens, dit was ook het einde van de video, van de vierdelige video zelfs. Maar ik hoop dat je het mooi vond. Gooi zeker in je comments alle suggesties wat je ervan vond, maar ook als we zoiets nog een keer moeten gaan doen. Waar we moeten heen gaan of zo. Waar we moeten heen, maar tips. Ook wat voor manieren. Gooi dingen erin. Ik lees het allemaal. Ik lees elk jullie comments. Dat is geen goede Nederlander. Nee. Ik lees al jullie comments en ik probeer zoveel mogelijk te beantwoorden. Dus wij gaan nu weer terug naar binnen, want het is koud. En lekker op bed liggen en slapen of zo. Of zo. Eten. Ja, eten en slapen. Dat hebben we gemist. Nee. We hebben gewoon gereed ergens slapen hoor. Maar. Ja, maar wel minimaal. Ja, wel, ja. Ja, oh ja. Nee. Ja, nou, hey. Vergeet niet even te liken en het even, dat is wel even heel belangrijk, like dit, maar comment ook, maar het allerbelangrijkste is deel dit even gewoon met iedereen, zodat iedereen dit kan zien, iedereen misschien inspiratie op kan doen of iedereen misschien juist kan denken van, oh wauw, wat kut. Nee, deel het gewoon met al je vrienden en familie, iedereen die je kent of niet kent, spreek mensen aan of staat en zeg, yo, ik ken zo'n goede serie, moet je even zien. Als je dat zou doen, als jij iemand hebt aangesproken die je niet kende om dit te gaan kijken, neem het even op of zo en stuur het naar mij, dan kom jij in de volgende video. Ik beloof je.
Hey. Joujou. Joujou. Nee, dat is Bram. Adieu. Nee, wat is Frans? Adieu, Frans. Nee, niet overvaar. Nee, zeg gewoon joujou. Joujou, dat is leuk einde van de video. Tot de volgende keer. Joujou. Joujou. En zoals we altijd zeggen... Menno, ik heb de video afgesloten. Het is koud, we gaan naar binnen. Driedelige video zelfs. Van de vierdelige video zelfs. Van de tweedelige video zelfs. Van de video. Ik weet nog niet hoeveel delen. Ik weet nog niet hoeveel delen het wordt. We gaan dit knippen.